spelen, wie houdt er niet van? Weten we het nog? Vorige maand nam Barbara de Laurels mee naar het Malieveld in Den Haag. Daar werd het startsein gegeven om te gaan demonstratiesporten. Want iedereen moet de kans hebben om buiten te kunnen spelen. Iedere week nemen we een kijkje bij iemand die de daad bij het woord voegt. Vandaag alweer ons laatste bezoek uit deze reeks. We zijn in Rotterdam en gaan op bezoek bij Vief. Kijk daar eens. Is ze niet schitterend? Dit is Vief, ze is 10 jaar en als ze buiten is, dan springt ze maar wat graag trampoline. Verder houdt ze van water zo te zien en ook paardrijden is haar niet vreemd. We gaan zo lekker naar buiten, maar eerst nog even een spandoek afmaken. Vertel eens, waarom maak je dat eigenlijk? Ik maak dit spandoek om te zorgen dat kinderen overal in de wereld buiten kunnen spelen. Zo, en hoe doe je dat dan precies? Door vandaag met al mijn vrienden buiten te gaan spelen. Hartstikke goed, Maren. We kijken altijd graag een beetje rond. Mogen we je kamer misschien zien? Tuurlijk, loop maar mee. Super, nou, wat leuk. Een echte meisjeskamer. Ja. Schitterend. Kijk, er is glunderen. Een mooi bureautje. Een leuke foto van de hond aan de muur. Vief, is dat jouw hond? Nee, maar ik wil er wel heel graag heen, maar het mag niet van mijn ouders. Mag niet. Mams, laat die was even staan en verklaar je nader. Waarom mag het niet? We hebben allemaal een drukke baan, dus dat gaat helaas niet. Tja. Ja, wat doen we eraan? Nou, lekker naar buiten dan maar. Daar zijn we. Wat een leuke vriendengroep heb je. Vertel eens, wat gaan jullie doen vandaag? Roep het maar. We gaan vandaag overlopers doen, skippiebal en trefbal. Oeh, dat klinkt als een volprogramma. Ik zeg 1, 2, 3, start! Ja! Kom maar! Dit moet overlopertjes zijn. Dan zijn ze lekker bezig. Iedereen kan deze actie trouwens steunen door te sms'en voor het goede doel. Alle kinderen zouden dit toch dagelijks moeten kunnen doen? Ook de ouders gaan helemaal los. Jullie moeten enorm trots zijn. Apetrots. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen buiten spelen, want het is goed voor hun ontwikkeling. Helemaal mee eens. Tijd voor de skippieballenrace. Ze stuiteren en schreeuwen erop los. Wat schitterend allemaal. Ik word hier zo blij van. Maar wat vinden jullie nu eigenlijk zo leuk aan dat buitenspelen? Ik vind buitenspelen leuk omdat ik dan lekker met mijn vrienden kan spelen. Altijd als het heel erg lekker weer is, dan rijd ik meteen naar buiten toe. Als ik buiten wil spelen, wil ik graag stoppertje, tikkertje en voetballen. Nou, die heeft het nog druk. Hier wordt enthousiast getrefbald. Hop, bal in de heg. Pas jullie wel een beetje op voor die mooie planten en op elkaar ook. We willen dat iedereen weer heel huis naar huis kan. En boem, oh, dat moet aankomen. Nou, het zit er weer op. Even een vraagje. Vonden jullie het net zo leuk als ik? Ja! Gelukkig. Volgens mij is het allemaal helemaal goed gegaan. Ik zie het al, jullie worden erelid. Ja, het mag van het Live in Cooking Actiecomité. Wat een vreugde. Gefeliciteerd, ik vind jullie super. Ik zeg bedankt en tot de volgende keer. En wilt u nu ook samen met uw kinderen helpen en meer weten over deze actie? Ga naar www.liveincooking.nl.